Mijn naam is Bart van den Einde. Ik heb gedurende 30 jaar een familiebedrijf gehad. Samen met mijn zus 5 jaar geleden verkocht. Ben ondertussen ook investeerder bij Tim van Steenberg, een Antwerpse modeontwerper en adviseur van Tim Koppes in New York. Dus ik zit zowel in de creatieve sector als in de business-to-business sector. En voilà, ik wil graag startende ondernemers van dienst zijn in de Birdhouse. Ik wil graag hem van dienst of haar van dienst zijn. Dit is voor mij de startende ondernemer die een beetje op eenzame hoogte zit, die al vleugels heeft, maar die niet weet of hij al rijp is om te vliegen. Ik ben geen Don Quixote. Dus als ik mensen zie vechten tegen windmolens, dan ga ik proberen van die te stoppen. Wat ik niet ga doen, is een soort doping voorzien, waardoor ze blijven vechten tot ze er zo uitzien. Dit is een kunstwerk van een foto van een oude Berlijnse cinema. En toen ik op die beurs was, heb ik ze alle drie gekocht. En men vroeg mij, waarom koop je er nu drie? Wel, voor mij zijn het drie verschillende ingangen. En dat is wat ook belangrijk is bij startende ondernemers, dat je alle opties openhoudt. Je weet niet wat er achter elke deur zit, maar ik ben bereid om naar drie deuren te kijken. Dit is een abstract schilderij. Er staan heel veel dingen op die je op het eerste zicht niet ziet. Net zoals elk beginnend ondernemer in zijn onderneming allemaal mogelijkheden ziet die een investeerder zoals ik niet direct ziet. Ik ben wel bereid om samen met hem naar dat schilderij te kijken. En misschien word ik wel uw nieuwe mentor in de Birdhouse. But time is ticking. Catch me if you can.